Ja, ik moet ze in Den Haag even wakker schudden. Ja, want ik zit het te lezen allemaal. En ik zie die beelden vanuit Engeland. En dan denk ik, vrienden, is dat mogelijk ons voorland? En daarom moet ik Den Haag waarschuwen. Ja, wat stel je voor? Je moet er toch niet aan denken dat dat gaat gebeuren in Nederland? Zoiets, want ja, ze zeggen nou wel, ja, het is een soort anarchie. En het zijn anti-migratieprotesten en die lopen uit de hand. Het lijkt meer op een burgeroorlog, vrienden. Ja, de gevestigde orde, zal ik maar zeggen, tegen de nieuwkomers. En dat is dan het gevolg van als je gewoon asielbeleid maar een beetje op zijn beloop laat. Dat hebben ze dus in Engeland gedaan en die rekening krijgen ze nu gepresenteerd. En daarom zeg ik tegen Den Haag, jullie hebben waarschijnlijk nu wel vakantie en weet ik veel, maar letten jullie even heel goed op wat er nu allemaal gebeurt. Ja, want jullie hebben het in de hand om dit te voorkomen. Ja. Dat ligt helemaal bij jullie in Den Haag. Door gewoon nu snel heel goed asielbeleid uit te voeren. Om de mensen het gevoel te geven in Nederland van ja, het gaat helemaal anders worden. Dat hebben we nu nodig. En dat gevoel, dat moet er komen uit Den Haag.